Goedemorgen, vandaag maken jullie les 9. Les 9 gaat over de ei of au woorden, dus de geit en pauw woorden. Bij opdracht 1 zet je een streep bij de ei of een rondje om de au. Het eerste woord is het afscheid. Je ziet er een ei van de geit. Dus dan zet je een streep onder. Het tweede woord is nauwelijks. Je hoort er een au. Dus de pauwwoord. Dan zet je een rondje om de au. Bij opdracht 2... vragen ze dan om de woorden die bij opdracht 1 staan, die woorden bij het goede plaatje op te schrijven. Het eerste woord was afscheid, dan hoort dat woord bij de geit. Het tweede woord was nauwelijks, dus dan hoort dat woord bij de pauw. Bij opdracht 3 vragen ze dan om het woord dat bij opdracht 1 staat om één van de woorden van de week dan in te vullen bij de zinnen. De eerste zin. Een ander woord voor schrijver is, het woord is dan auteur. Dus kijk heel goed naar de woorden die bij opdracht 1 staan, want deze zinnen horen bij die woorden. Succes vandaag!